Dank u wel, meneer De Vries. Voor ik wat meer zeg over wat we gaan doen, een kleine opmerking. Het is inderdaad waar dat niet gezegd is tegen de ondernemerskandidaten, wat vinden jullie nou dat de overheid moet doen, want daar ligt het accent niet. Betekent natuurlijk niet dat ze het niet mogen zeggen. Anders kan meneer De Vries ook niet uit de voeten. We moeten vandaag een keuze maken uit 5 ondernemingsleiders, die overgeschoten zijn na een aanvankelijke schifting, waar nogal, zoals de heer De Vries heeft onderstreept, wat aandacht is besteed. Je kan maar één winnaar zijn, zelfs als ze elkaar niet of nauwelijks ontlopen. En zo is het leven. En ik heb al gezegd, het gaat om het midden- en kleinbedrijf, omdat dat van zo eminent belang is. Dat wordt ook erkend door grotere bedrijven. Dat ziet u ook wel aan de samenstelling van de jury en hun verantwoordelijkheid jegens die kleinere bedrijven. Vice versa wordt duidelijk erkend. Ik zeg dit, natuurlijk is dat heel duidelijk, maar het is ook waar dat deze betekenis jarenlang onderschat is. Ze zijn met bosjes kapot gegaan zonder dat iemand hetgeen te merken behalve de slachtoffers. En dat is gelukkig wel wat veranderd. En het gaat natuurlijk om een ondernemingsleider, een ondernemer of een ondernemingsleider. Maar die kun je niet losmaken van zijn bedrijf, dus we kijken naar beide. Je kunt ze niet scheiden. Als er een prijs is, dan is die dus niet voor onderneming A, B of C, maar van manier die en die van bedrijf dat of dat of mevrouw. Er zijn interviews geweest, die zijn gepubliceerd door het managementteam. Zoals meneer De Vries zei, de belangrijkste cijfers van de ondernemingen betreffende de afgelopen jaren, de laatste paar jaren, die zijn bekeken en geanalyseerd. Professor Moerman heeft daar nogal wat huiswerk gedaan, waarvan wij dankbaar gebruik hebben gemaakt. Bovendien hebben de kandidaten aan ons, nu jury, schriftelijk al commentaar gegeven op de volgende vragen. Waar denkt u met uw bedrijf in het jaar 1990 te zijn, denkt u te zullen zijn, hoe denkt u dat te bereiken? En waarom zou het kunnen mislukken? Die 3 vragen zijn door hem, elk op eigen wijze, tegenover ons beantwoord. En vandaag ziet u zichzelf, ze zullen zichzelf voorstellen, hun bedrijf toelichten en hun opvattingen. En vragen beantwoorden die wij dan zullen stellen. Oh, ja, ik kom daar zo op terug. Dank u. Nou, dus kan ik nu wel zeggen, de winnaar van het vorige jaar van Rode, hè, meneer, is het Aris of Aries? Aries is gearriveerd, welkom. Ik had ook zo graag welkom willen heten. Fijn dat u het gehaald hebt. Daar was ook wat ondernemingszin voor nodig vandaag blijkbaar. Jammer dat meneer Dresman er nog niet is, die was vorig jaar voorzitter. Die is er nog niet, hè? Als die komt, dan merkt u het wel. Ja. Zij zullen zich presenteren en onze vragen beantwoorden en u kunt misschien uw voordeel doen met die gesprekken. Het is misschien ook wel aardig om te zien wie dat vraagt. Mag u gerust ook over nadenken. Er heel erg accent wordt gelegd op de creativiteit in het ondernemen. Ik wil er 2 woorden aan wijden, want anders duurt het te lang. Ik heb hier wel aantekeningen voor een half uur, maar die zal ik niet gebruiken. Maar over de creatieve. Creatief zijn betekent dat je moet iets bedenken, dat er nog niet was. Dat is per definitie denk ik wel juist. En maar dat iets, dat kan zeker voor een onderneming zijn, een product of een werkwijze. Of misschien een relatie in het bedrijf met medewerkers of naar buiten. Op elk van die gebieden en nog andere, maar dat zijn de kerngebieden, kun je creatief zijn, iets nieuws doen. En nieuws ook beter dan vroeger. Het is niet alleen maar high-tech, hoewel dat natuurlijk vandaag een geweldige rol speelt. Dus ook het goed beheren van wat er is, blijft enorm belangrijk. Want daar zullen we nog lang van moeten leven.
dan krijg je de vraag van, hoe doen ondernemers dat nou? Is het nou de markt die ze zegt wat ze moeten doen, of gaan ze het zelf bedenken? De bekende vraag van de market pool, de technology push. Ik ben nogal simpel, ik denk dat je dat allebei nodig hebt. Spontane creativiteit is er natuurlijk wel. Sprongmutaties in het denken en handelen, die zijn er dan zeer uitzonderlijk. Misschien is radar zoiets, penicilline. Transistormachine, meneer Dekker, spontaan, ja. Maar meestal is het een stap bij stap. Stap bij stap. Telkens een beetje anders, telkens een beetje beter. Ik ga er niet verder op in, hoewel ik hier nog wel meer over zou willen zeggen, maar dan duurt het voor u te lang. Dat heb ik u gezegd, objectieve informatie gekregen. Ook cijfers, analyses van cijfers. Maar uiteraard wordt de beoordeling van een ondernemingsleider, dat is een persoon, uiteindelijk ook subjectief bepaald. Daar ontkomen we niet aan, maar onze samenstelling zal misschien tot een zeker evenwicht in de beoordeling leiden. Toch subjectief, omdat je niet alleen kijkt naar wat er gebeurd is, maar vooral naar wat je denkt dat hij of zij zal gaan doen. En dat is een appreciatie van iets dat je pas kunt beoordelen als het achter je ligt. En toch moeten we dat doen. Ondernemers moeten ook altijd zo leven. Met die onzekerheid. En toch die wil. Aan het eind van de dag zullen we dan een naam noemen. En ik denk dat het later heel interessant zal zijn om te kijken welke van de beloften wel en niet verwezenlijkt zijn. Maar ik kan u nu wel zeggen dat krachtens hun staat van dienst het zeker is dat alle deelnemers zich voor het goede resultaat zeer zullen inspannen. En hier wil ik dan eindigen en vragen aan meneer Dekker of hij een korte beschouwing wil geven over het onderwerp dat ons bezighoudt. Thank you.